Vrouwen verdienen vandaag nog altijd minder dan mannen. En daardoor bouwen ze ook minder pensioenrechten op. Dat komt in de eerste plaats omdat vrouwen tot vandaag het vaakst zorgen voor anderen binnen hun familie. Maar zorgen voor is ook werken. En wij willen niet dat ze hiervoor gestraft worden wanneer ze op pensioen gaan. Daarom vraag ik om binnen de pensioenhervorming extra rekening te houden met het effect op vrouwen. Want zo zorgen wij nu voor wie eerder zorgde voor anderen.